Beste kijker, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten wij met Nifar Chitani, die ondernemer is. Maar hij is ook begonnen met een heel belangrijk platform dat eigenlijk handelt over ondernemers in de art and craft sector. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameravrouw Cheyenne brengen wij u het eerste deel. Nifar, welkom in Gesprek Met. Dankjewel dat je tijd hebt vrijgemaakt om met ons te zitten vandaag. Allereerst, hoe gaat het? Het gaat super. En met jullie? Ja, met mij gaat het goed. Yes. Oké, we gaan het vandaag hebben over jonge ondernemers en dan ook gewoon met het platform waarmee je bezig bent. Maar alvorens we daarop gaan, wil ik weten wie is Nifar en wat doe je allemaal? Oké, ik ben tevens kapper, graphic designer. Ik beheer foto's en videografiewerk tot editing toe, dus vanaf begin tot eind kan ik een project managen. En verder doe ik ook gewoon multimedia als het gaat om trend marketing, consulting, misschien advertenties boosten voor mensen, dat soort dingen. Ja, daarmee ben ik bezig. Oké, echt goed. In de multimedia dus. Ja, en je bent eigenlijk ook al een tijdje kapper, want je bent al een hele poos ondernemer zelf. Yes. Hoe oud ben je begonnen trouwens? Vanaf 8 jaar heb ik echt een tondeuse aangeraakt, maar 12 jaar ben ik officieel in een kapperszaak begonnen. Dus nu ben ik al 12 jaar bezig, 13 jaar binnenkort. Dus je hebt wel wat mee van ondernemen? Ja, want door kapperwerk, het is eigenlijk begonnen door kapperwerk, dat ik in de mediawereld ben beland. Want dan wilde ik mezelf representeren, ik wilde eigenlijk mijn eigen flyer maken. Daar is het eigenlijk begonnen. En toen begon ik met de eigen benaming voor mezelf. Moest ik mezelf ook een manier roepen dat mensen het makkelijker onthouden. Toen kreeg ik ook adviezen van anderen van, hey, je kan niet gewoon kapperwerk doen en dan ga je makkelijk naar buiten komen. Om een manier naar buiten te komen moet je wel echt een marketingmethode hebben of een speciale stijl, een huisstijl creëren voor jezelf. Dat iedereen je gaat herkennen en dat je eigenlijk makkelijk herkenbaar bent. En gewoon ook te onthouden bent vooral. Dat is waar. De meeste kappers doen dat nu ook. En het is eigenlijk een branche die vroeger, zo hadden mensen zoiets van, ja, het is maar kapper. Maar je ziet hoeveel mensen zoveel dingen daarmee hebben bereikt, financieel. Dus sowieso moeten we niet neerkijken op dat beroep. Ja. Je bent ook met je eigen brand begonnen. Yes. Maar wat heeft je eigenlijk gemotiveerd om te ondernemen? Uiteindelijk is het zeker ook dat ik vanuit mijn eigen kant, ik wilde niet voor een baas werken. Meestal zegt men ook, ik wil niet voor een baas werken. Mm-hmm. Maar ik zeg niet dat men niet voor een baas hoeft te werken. Er zijn wel anderen die natuurlijk voor een baas moeten werken. En uiteindelijk hebben we elkaar nodig. En wij zelf die zelf ondernemen gaan uiteindelijk mensen nodig hebben die ook voor ons moeten werken. En dan zijn wij als het ware, moeten wij ook als de baas gezien worden. Dus waarom zou ik een baas willen worden als ik niet graag voor een baas wil werken, is wel een lastige vraag. Maar uiteindelijk ging het echt meer om de financiële situatie. Ik zeg niet dat ik heel erg struggelde, maar ik wilde echt wel mijn eigen zakcenten verdienen. Dus tijdens mijn school ging ik dan ook wel mijn zakcenten verdienen. Maar uit mezelf begon ik dan meer te focussen op zakcenten verdienen. En ik wou dan een betere manier zoeken. En vandaar ik eigenlijk in de ondernemerswereld ben beland. Want dat heeft me eigenlijk kennis laten maken met bijvoorbeeld marketing. En dat er eigenlijk ook een logo gemaakt moet worden. Dat je jezelf op een visuele manier of zo visueel mogelijke manier naar buiten moet brengen. Brengen. En dat je jezelf echt moet kunnen representeren. Je moet over jezelf kunnen vertellen. Dus dat heeft ook echt allemaal te maken met ondernemerschap. En het is best op een jonge leeftijd begonnen tijdens school. Ja, dat weet ik trouwens ook. Je hebt een paar dingen aangehaald dat mij naar mijn volgende vraag brengen. En dat is, dat me naar mijn volgende vraag brengt. En dat is, je hebt zoveel, of je hebt 12 jaar ben je al bezig met ondernemen, toch? Wat is datgene dat je hebt meegekregen, omdat dat eigenlijk voor jou een goed fundament heeft gelegd? Uiteindelijk, om het zo te zeggen, wat een goed fundament heeft gelegd, even kijken. Door eigenlijk consistent te zijn en elke dag door te gaan, ook al is het moeilijk. Ik ben ook heel veel periodes gestopt. En ik heb keiharde momenten gehad waar ik eigenlijk niet tegen mezelf aan kon. En ik kon niet verder met het ene en ander. Ik dacht, ik ben niet hiervoor gemaakt. En vaker gestopt, gedemotiveerd. Heel veel mensen om je heen demotiveren je ook. Dus sowieso is het zwaar geweest om een fundament te kunnen opbouwen. Maar doorgaan was echt de keuze geweest dat me eigenlijk steeds wakker heeft gemaakt. En gezegd van, weet je wat,
dit is wat je aan het opbouwen bent. Mm-hmm. En als je echt door wil gaan, is net als een huis. Als je echt je huis wil afmaken vanaf fundament uit tot verder aan, ja, dan moet je wel doorgaan. Dus echt het enige wat me verder heeft gebracht is doorgaan, om het zo te zeggen. Ja. Door niet meer te stoppen. Ja, en je bent ondernemer, dus en je bent jong, dus ik wil natuurlijk ook weten, hoe belangrijk vind jij het? Je zit nu al eenmaal in die positie, maar voor jongeren daarbuiten, hoe kijk jij naar ondernemende jongeren? Hoe belangrijk is het voor jou dat jongeren ook ondernemen? Ik vind het heel belangrijk dat jongeren bezig zijn met ondernemerschap. En ze kunnen uiteindelijk wel de toekomst, of ze betekenen uiteindelijk de toekomst. Dus ze kunnen de toekomst uiteindelijk wel zo al voor, ja, hoe moet ik het zeggen, ze voorstellen de toekomst eigenlijk zo al. Ja. Door middel van hun eigen ondernemerschap. Of als ze echt wel door zullen gaan ermee natuurlijk, want dat is de bedoeling. Mm-hmm. Dat ze dan doorgaan met hun ondernemerschap. En dat vormt eigenlijk ook de toekomstige nieuwe planningen. Want door ondernemerschap verandert de wereld ook. Kijk maar naar de nieuwe producten en diensten die ze allemaal op de markt te plaatsen. Mm-hmm. Dat komt ook allemaal door ondernemerschap. Bijvoorbeeld, ik mag misschien niet specifiek zeggen Tesla, maar net als Facebook zelf en de mediawereld in het algemeen zelf. Het is eigenlijk ook een ondernemerschap. Dus het is allemaal ergens begonnen door iemands initiatief. En ja, uiteindelijk is dat het zo'n beetje. Ja, en waarom denk je dat het voor jongeren uitdagend is? We zien wel dat de meeste jongeren nu beginnen te ondernemen, wat eigenlijk een heel goed punt is. Ja. Maar waarom denk je dat het voor sommige jongeren nog steeds moeilijk is om dus die stap te maken van hey, I'm gonna put myself out there and be an entrepreneur? Het is misschien moeilijk voor ze omdat er geen genoeg ondersteuning onderling is. En ook gewoon, soms is het natuurlijk de eigen kringen waarmee ze zich bezighouden. Dus je moet er echt op letten met wie je bemoeit en waarmee je je bezighoudt natuurlijk. Ja. Want het kan eigenlijk je nekslag worden voor de toekomst. Dus je moet eigenlijk, of het probleem daarvan, of ja, de uitdaging wat we allemaal hebben als jongeren is dat we zoveel als mogelijk moeten proberen om geen afleiding te hebben, de juiste mensen om je heen te hebben en echt gewoon te weten waarvoor we willen gaan vooral. En als je een doel voor ogen hebt, schrijf het op. Ga ervoor en laat niks je afleiden, om het zo te zeggen. Want ik denk dat de meesten de uitdaging krijgen om afgeleid te raken. Of ze krijgen niet genoeg ondersteuning. En bijvoorbeeld, ja, de ondersteuning zeg ik ook gewoon. Bijvoorbeeld de mensen om ons heen maken ons product eigenlijk ook. Want als je niet genoeg erin gelooft, dan gaat het ook niet lukken. Maar je moet vooral ook als eerst in jezelf geloven. Als ze als eerst in jezelf geloven, dan, en wij als ondernemers, als we als eerst in onszelf geloven, dan gaat het zeker lukken. Want het begint bij jezelf om in je eigen te geloven. En vanuit daar, natuurlijk ook met God, met de wil van God, gaat het zeker lukken. Dat is inderdaad zo. Je hebt een paar belangrijke punten aangehaald. In het begin zei je consistent zijn. Nu zeg je in jezelf geloven. Zeker. In jezelf geloven is natuurlijk ook een heel belangrijk fundamentspunt, vooral in deze uitdagende tijd waarin we leven. We merken dat dus er een financiële shift is geweest in Suriname. Hoeveel impact heeft dit gehad op je onderneming? Het heeft heel veel impact gehad, want het heeft me eigenlijk op nieuwere manieren laten denken, vooral in de COVID-periode. Mm-hmm. Dus tijdens de COVID-periode is iedereen's onderneming eigenlijk ook gedaald en financieel konden we echt niet eruit en niemand kon ook op straat, dus vandaar dat er niks fysiek ook kon gebeuren. Maar dat heeft eigenlijk ook wel veel uitdagingen gebracht, want dan begonnen mensen wel online methodes te creëren, hoe ze van online uit of zonder dat je fysiek mensen ontmoet, ook financiering zou kunnen ontwikkelen of geld zou kunnen genereren uiteindelijk. Dus ik vond het wel tof. Het is een toffe uitdaging geweest. Maar ik heb het wel echt moeten ervaren met veel stress en veel nieuwe dingen proberen, zeg maar. Echt kijken van, gaat dit ook werken? Gaat dat ook werken? Dus we gingen echt, ik ben met mijn team en ik, zeg maar, moesten echt gewoon plannen van, gaan we dit doen of gaan we dat doen? Mm-hmm. Dus dat zo'n beetje. Maar het is wel echt moeilijk. Dus in principe? Nee, ik kan het. Ja, en uiteindelijk zou ik ook zeggen, ik zei net mijn team, maar ik heb niet specifiek een vaste team, maar uiteindelijk heb ik wel mijn team waarvan ik kan zeggen van, hey, dit zijn de mensen die er altijd voor me zijn, mijn familieleden,
vrienden, mm-hmm. dat soort mensen die er echt ook zijn. En ook gewoon mensen waarmee ik al samen bepaalde diensten samen oplever. Fotografen, videografen, grafisch ontwerpers. Met hun praat ik eigenlijk het meest. Hun die ook in dezelfde richting als mij denken. Want je hebt mensen nodig die vooral in de richting als jou denken als je het echt wil maken in het leven. Dat vooral. Belangrijk, dat is waar. Dus je hebt het eigenlijk, als ik naar je luister, je hebt het embraced. Je hebt van een negatieve situatie een positieve situatie gemaakt. Ja. Zo'n beetje. Ja, toch wel. Je bent uiteindelijk begonnen met een platform. Dus kan je ons daarover meer vertellen? Oké. Okay. Ik ben begonnen met een platform genaamd Be Iconic. Mm-hmm. En het is eigenlijk een platform dat ondernemers bij elkaar zal brengen. Creatievelingen bij elkaar zal brengen. Allemaal om hun producten fysiek, zowel online, op een platform te kunnen representeren. Mm-hmm. En dat iedereen eigenlijk zijn of haar product op een interactieve manier eigenlijk naar buiten brengt. Dus niet gewoon naar buiten brengt en dan zijn we klaar. Nee, we gaan het op een interactieve manier doen. We laten de mensen denkspelletjes doen of we laten allemaal fysieke spelletjes ontwikkelen om eigenlijk daar aanwezig te kunnen zijn. Dat is één. En dan kunnen ze twee ook gewoon een leuke ervaring en herinnering met zich meebrengen voor de volgende keer. Oké, nice. En voor welke type ondernemers is het? Geldt het voor alle ondernemers of specifiek uit een bepaalde branche? Oké, dat is een hele goede vraag. Het geldt toch wel voor de ondernemers in de art, craft. Mensen die met digitale dingen bezig zijn. En ook wel in de normale businesswereld. En de normale businesswereld is best wel verspreid. Dus daar heb je mensen die in voeding zitten, mensen die met heel wat andere kleine dingetjes bezig zijn. Het is echt uitgebreid boutiques. Je hebt mensen die thrift stores hebben. Make-up. Ja. Je hebt echt heel wat leuke dingen. Dus eigenlijk is dat alles ook welkom. Want we willen allemaal zien wat op de markt is en wat voor nieuwe diensten er zijn. Er zijn mensen die zelf een nieuwe app hebben gemaakt. Mm-hmm. Er zijn mensen die zelf een nieuwe systeem creëren om een taxi makkelijker naar je toe te laten komen. Ja. Of noem maar op. Dus wie weet hebben we morgen nog een nieuwe applicatie of een nieuwe software dat gewoon makkelijk iets naar je toe kan brengen. Net als hoe er nu al dingen zijn die zo makkelijk dingen naar je toe brengen. Dus wat allemaal makkelijker kan worden voor ons en natuurlijk ook op een positieve manier dat het leven voort kan brengen of Suriname vooral voort kan brengen. En dat we onze producten of diensten vooral naar het buitenland toe kunnen exporteren. Dat is ook echt heel belangrijk. Of dat mensen van het buitenland zien van hey, ik wil dat van Suriname en specifiek van Suriname, want ze weten wat de kwaliteit is en wat voor cultuur en ligging erachter zit, zeg maar. Want meestal gaat het ook omtrent wat voor verhalen er achter bepaalde producten zitten. En Suriname heeft best een sterke cultuur, dus om dat niet achter te laten liggen, dan kunnen we wel echt ook denken van wat voor Surinaamse producten kunnen we allemaal nog maken of diensten. Ja, want ik zou je ook vragen, is het de bedoeling om het naar het buitenland toe te brengen? En je zegt net, dat is inderdaad ook wel de bedoeling. Goed, als je dus kijkt naar je platform, los van zeg maar de gelegenheid bieden aan ondernemers, heb je er ook aan gedacht om misschien met de overheid, met ministeries samen te werken, om misschien beter je doelgroep te bereiken, specifiek als we kijken naar economische zaken of ministerie van AWJ? Zeker weten. Ik heb nog geen weet van alle dingen, maar ik ben nog steeds op zoek naar meer kennis. Dus voor mensen die bijvoorbeeld adviezen hebben en informatie hebben, ik moet nog zeker naar ze toe om te weten met wie ik bepaalde dingen zou moeten bespreken. Maar ik zoek zeker naar vooral ondersteuning. Ik reik uit naar meer vraag naar de overheid, zeg maar, of faciliteiten, om het zo te noemen, die eigenlijk kunnen helpen om onze Surinaamse ondernemers, creatievelingen en producten of diensten gewoon wederom meer te kunnen promoten of meer waardering te kunnen geven uiteindelijk. En als we eigenlijk vaker bezig zijn met deze dingen, en dat zie ik ook wel, er gebeurt toch wel het een en ander. Je ziet het wel dat het wel gebeurt ergens. Dus ik hoop dat het gewoon meer gebeurt en dat het gewoon meer mensen inspireert om deze dingen ook meer te organiseren op een positieve manier. Mm-hmm. Dat het eigenlijk meer indruk kan maken en de waardering echt kan brengen naar onze Surinaamse producten en diensten. Oké, goed. Heb je tot slot misschien een boodschap die je wilt delen met jonge ondernemers? Ja, zeker. Ik heb het dan misschien ergens ertussen gezegd. En dat is, als je echt voor je doelen wil gaan, moet niks je laten stoppen. Hoe hard, hoe moeilijk en hoe zwaar het ook is. Misschien klinkt dat simpel, moet je echt wel gewoon door blijven gaan. Oké. Ja. Dankjewel, Nifaro. We wensen je natuurlijk heel veel succes toe met je business, je platform. En we hopen je in de toekomst nog zeker te zien. En dat je onderneming groter is geworden.
met consistentie, doorzettingsvermogen en vooral je dromen achterna gaan, dan lukt het je natuurlijk wel om een succesvolle jonge ondernemer te zijn, aldus Nifar Shitani. Met deze woorden van Nifar zijn we aan het ingekomen van het eerste deel, maar gaat u nog niet weg, want mijn collega heeft een tweede deel voor u. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. De afgelopen week hebben we gezien dat het kinderhuis Zou der Aarde is afgebrand en een 10-jarige jongetje als veroorzaker is aangemerkt. We praten met mevrouw Roxana Amian hierover, die gaat vertellen over de emotionele gezondheid bij kinderen. Mevrouw Amian, bedankt en welkom in ons programma. We praten vandaag met u over de 10-jarige jongen die is ondergebracht bij opa Dooley, die eigenlijk verantwoordelijk staat voor de brand bij het kindertehuis Zou der Aarde. En u wilt bewustwording op gang brengen over de emoties die kunnen komen bij jonge kinderen. Kunt u ons vertellen wie u bent en waarom u het zo belangrijk vindt om die bewustwording op gang te brengen? Dank u voor de gelegenheid dat ik hier mag zijn. Ik ben Roxana Amian en in het dagelijks leven doe ik coaching vanuit de methodiek systemisch werken familieopstellingen. Waarbij er inzicht is, we komen vanuit een familiesysteem en als er verstoringen zijn in het familiesysteem, zijn er sowieso emoties. We hebben prettige emoties, maar we hebben ook minder prettige emoties. En ik wil het voornamelijk hebben over het gevolg van minder prettige emoties, zoals agressiviteit, woede, schelden, vechten, pesten. Ja? En in de steek gelaten voelen, afgewezen voelen. En ik ben benaderd geworden namelijk om te helpen met donaties voor dit kindertehuis. En de contactpersoon van het kindertehuis, dat is mevrouw Tara Gaju. Zij is namelijk vrijwilliger van Mandir Iskon. Dat is aan de Koreastraat Hoek Kwattaweg. En toen ben ik met haar in contact getreden, omdat ik me afvroeg van hoe kan een 10-jarig jongen met een aansteker spelen en zijn er geen tantes, want als hij in een kindertehuis is, dan zijn er tantes, begeleiders. En blijkt dat hij met twee jongere kinderen in de kamer was. En dat hij wordt getypeerd als een jongen die agressief is en heel erg altijd boos, woest. En ik luisterde ernaar en vanuit de inzichten, omdat ik al zo lang bezig ben, want ik werk ook namelijk in de werkgroep Wie ben ik? En in mei hebben we 18-jarig bestaan. Dus vandaar dat ik dan zeg van, hey, we kijken naar die jongen boos, agressief, maar er is meer daarachter. En toen hoorde ik van mevrouw Tara dat het was vakantie en ze gingen naar huis, die kinderen. Maar op een of andere manier is het thuis geen thuis voor hem, want zijn ouders zijn gescheiden en die moeder heeft een nieuwe vriend, niet om mensen te bespreken, begrijp me heel goed. Maar hij ging terug naar het kindertehuis en had die aansteker bij zich. En hij was met twee jongere jongens, zoals ik het zei. En hij zei toen, als ik naar huis ga, ga ik dit doen, ga ik dat branden, ga ik dat kapot slaan en noem maar op. En toen zei hij, dit kan ik ook doen. En toen heeft hij de daad, het woord bij de daad gericht. En de jongens hebben ook getuigd dat hij dat heeft gezegd en heeft ook gezegd dat hij het heeft gedaan. Bij mij gaat het voornamelijk erom dat hij wordt nu al gelabeld als mogelijk brandstichter, een agressieve jongen, niet om mee te praten, noem maar op. Hoe voelt deze jongen en wat is er al die jaren in deze jongen omgegaan? Ik weet niet hoe oud hij was dat hij in het kindertehuis terecht kwam. Maar als er wordt gesproken al over kinderen met gedragsproblemen, dan vraag ik me af, wat voor begeleiding is er? Dus deze jongen is ondergebracht in opa Dooley. Dan zeg ik na een aantal jaren, als hij eruit komt, welke persoon is hij dan? Ja? Hij voelt zich afgewezen, niet begrepen geworden, niet gezien geworden, niet eens te praten over erkenning, zijn waarde. Ja? Dus als hij daarna als crimineel eruit komt, om het zo te zeggen, want ik weet niet hoe de begeleider verder gaat, en met dat plakkaatje van brandstichter, hoe kan hij zijn leven weer goed oppakken? Daar praat ik niet eens over dat hij van een vader en een moeder komt, uit een vader en een moeder komt. Die hebben ook verantwoordelijkheid dat deze jongen dit heeft kunnen doen. Dus bij mij gaat het meer erom van, kunnen we meer naar dat breder plaatje kijken en kan elk een zijn verantwoordelijkheid nemen. Ook die moeder en die vader. En niet alleen, dat kind heeft het gedaan, vreselijk, hoe heb je dat kunnen doen? Maar hoe zit het met mij? Wat maakt dat het is gebeurd? Ja? En zoals ik mijn verantwoordelijkheid neem om de gemeenschap bewust te maken, om hier naar te kijken. En
hulp te bieden waar het kan. Want iedereen kan dat. Er hoeft niet altijd een geldplaatje te zijn, maar iedereen kan dat. Want uiteindelijk zijn we in dit land, maar ook in de wereld, om er voor elkaar te zijn. Niet alleen met een plaatje, geldplaatje, maar ook met die lobby. Want die basis is lobby. En als er geen lobby is, dan voelen kinderen zich ook al afgewezen. En als we bewust zijn dat deze vader en deze moeder, wij, ik ook, zijn ook kinderen geweest. En we hebben ook liefde gemist op een of andere manier. Maar op een of andere manier hebben we het ook goed gedaan. En niet iedereen is hetzelfde. Dus deze jongeman is al zo beladen met zoveel boosheid, zoveel negatieve energie. Hoe gaat het verder? En hoeveel kinderen van dit soort jongens, dit soort kinderen, zijn er die buiten lopen en het ook herkennen? Dus als er bijvoorbeeld zelfdoding plaatsvindt, dan schreeuwen we, dan vragen we ons af hoe heeft dat gekund. Maar kunnen we hier naar kijken, van als we dat merken dat een kind agressief gedrag heeft, bijvoorbeeld op scholen, dat we daar aandacht aan besteden. Dus met de ouders gaan praten, dus met bepaalde instanties om begeleiding hierin te vragen. Maar als we dat niet doen, kan het alleen maar erger gaan worden. En wat blijft er over van dit mooie land? Want het gaat al niet zo makkelijk, maar dat beetje dat we hebben, dat we elkaar lief hebben. Ja, om terug te komen op dat jongetje van 10 jaar. En binnen uw organisatie is er een bepaalde mogelijkheid geweest om de jongen verder te begeleiden? Nog niet, laat me het zo zeggen. Omdat ik ben alleen benaderd geworden voor donaties. En voor waarmee ik bezig ben als systemisch begeleidster, heb ik gezegd van, hé, hoe zit het met begeleiden? Dus ik ben wel bereid als het kan, via Opa Dooley noem maar op. Want we hebben ook vanuit de werkgroep wel presentatie gehouden voor de kinderen daar, zo die pupillen die daar zijn opgesloten. Een presentatie over het gedrag van het kind. Dat er meer wordt begrepen en ook ervaren, want we doen het niet alleen via presentatie, maar ook via oefeningen. Dat mensen het lijfelijk kunnen ervaren. Dus hierbij nodig ik door mensen ook uit om kennis te maken met dit systeem. We zijn 2 keer in de maand bezig op het Kennedy Internaatcomplex. En dat is aan de verlengde Gemeenelandsweg. Zijn we aanstaande zaterdag 27 april zijn we daar bezig. We beginnen om 5 uur. Er is wel een zaalbijdrage van 75 SRD, omdat de zaal wordt gehuurd. Dan kunnen mensen daar inzichten ontvangen over situaties, in die zin verstoringen, blokkades. Mensen zitten met depressie, noem maar op. Hoe kan ik ermee omgaan? Hoe kan ik eruit komen? En daar gaat het uiteindelijk om. En als we dat inzicht niet hebben van een vader en een moeder die er niet voor me heeft kunnen zijn, dan denken we, ja, dat is zo mijn libi sago. Dat horen we ook alibi hebi. Maar er is een methode hoe we ermee kunnen omgaan, dat als we onze ouders in onze hart kunnen insluiten, en dat is niet makkelijk, omdat we zo boos zijn, omdat we die liefde hebben gemist, ze zijn er niet voor ons, lijfelijk wel. Want daarmee kijken we meestal, ik zet toch eten voor je, je krijgt toch eten, je hebt toch een dak boven, wat wil je nog meer? Maar het is meer dan dat. Toch? Het gaat om die fury. Als die fury er niet is, dan voelen we ons verloren. Als wij als volwassenen die fury al niet voelen, ja, dan worden we al boos. Dan laat staan een kindje. Dan praat hij niet eens over die zwangerschap. Hoe heeft deze moeder dit kindje gedragen? Misschien ging het al niet goed in de relatie. Dan praat ik niet eens over hoe is zij opgegroeid als jong meisje vanuit haar vader en haar moeder. En hetzelfde met die vader. Hoe is hij opgegroeid vanuit zijn vader en zijn moeder? Dan praten we niet eens over generaties daarvoor. Ja. Dus waar zijn die verstoringen en wat met dat patronen zich herhalen? Ja. Als we kijken naar de rol van ouders in, ja, in dit geval, en, de ouders bijvoorbeeld. Soms lijkt het erop alsof mensen zich niet bewust van zijn dat hun gedrag, hun wandel en handel invloed heeft op kinderen. Wat zou je kunnen meegeven aan ouders waarop ze moeten letten bijvoorbeeld, zodat hun kinderen zich niet afgestoten voelen of in een hoekje gedrukt? Heel belangrijk begint al bij zelfreflectie. Als ik als moeder in een relatie ben, in een gezin, en ik merk dat ik heel veel geconfronteerd ben met boosheid, want mijn partner is er niet voor me. Stel nou eens dat die man niet in die relatie meer is, want dat herkennen we zo vaak. En trouwens, vrouwen laten ook de relaties en mannen blijven achter met de kinderen. Maar vaak genoeg is het andersom. Dan zeg ik ook, durf als vrouw naar jezelf te kijken. Hé, ik draag veel boosheid met me mee. En eigenlijk, wanneer ik met die kinderen praat, schreeuw ik. Vaak is het niet van, kan je dit doen? Je hebt dit te doen, doe het. Want als je het niet doet, ga je zien wat met je gaat gebeuren. Nou, wat gebeurt met het kind? Het kind groeit al op met vrees. Ja? In plaats van die kinderen aantrekken, stoten we ze af. En als ze met verkeerde vriendjes omgaan, dan begrijpt u wat er gaat gebeuren. Toch? Als ze ook gevoed worden met vriendjes die boosheid met zich meedragen, dan denken ze, dat is zo, het is correct. Dus als persoon, man, zowel vrouw, moeder als vader, durf naar uzelf te kijken van, hé,
Ik herken vaak zoveel emoties als teleurstelling of verwachtingen. En eigenlijk verwacht ik van dat die partner dat voor me in orde maakt. Maar hij doet het niet, dus ik raak teleurgesteld. Als ik dat ervaar, dan kan ik kijken naar mijn systeem, mijn vader en mijn moeder. Oh, mijn vader was er niet voor me toen ik groot werd. Dat herkennen we. En dan heb ik onbewust dat verlangen dat mijn partner het voor me in orde gaat maken. En als mijn partner het niet in orde voor me maakt, dan verwacht ik het van mijn kinderen. Dat mijn kinderen het voor mij in orde gaan maken. Dus die persoon, die vader of die moeder, die leeft nog eigenlijk als kind met dat verlangen als een volwassen persoon. En vraagt het aan kinderen. En vandaar dat we ouders vaak horen zeggen, je bent ondankbaar. Ze zeggen niet, je doet ondankbaar. Je bent ondankbaar. Omdat een verwachting van hun er is, verlangen, en het is er niet. En dan wordt het kind bestempeld met, je bent ondankbaar. Dus als we durven te kijken naar onze eigen emoties, dan zullen we herkennen van, hé, van waar komt het? En wat heb ik ermee eraan te doen? En een van de belangrijkste dingen, ik zeg ook van, ik ga mensen niet duwen om religie op te zoeken of vast te houden, maar er is een bron waar we ons hebben vast te houden. Want van waar komt die adem? Hoe komt het dat we in het leven zijn? Niet gewoon van ergens is het gekomen. En als we daarmee kunnen connecten, als we een God noemen, of als we het Yahweh noemen, of Allah. Er is een grote bron. En vandaar putten we kracht uit. Ja? En als het nou een opa of een oma is die ons heeft gesteund om in het leven verder te gaan, omdat vader en moeder er niet voor ons zijn geweest, dan hebben we een bron. En als we daarmee kunnen connecten, dan voelen we ook dat we verder kunnen gaan. Want iedereen wil die backing hebben. Iedereen wil gesteund worden. Niemand zegt van, ik kan het alleen doen. Want uiteindelijk komt het erop neer dat we ons leeg zogen voelen. En dan krijgen we ook die depressie of die burn-out. Dat we zeggen van, hé, ik kan niet meer, want het is te zwaar. Omdat we denken dat we onze rug maar zelf hebben te rechten, terwijl we allemaal steun nodig hebben. Ja. We merken heel vaak in de gemeenschap dat er veel meer jongeren zijn die bijvoorbeeld, zal ik zeggen, gekwetste emoties hebben. Mm-hmm. Je kan als ouder reflecteren en zeggen van, hé, ik ben eigenlijk het probleem. Ik had dit niet moeten doen, ik had dat niet moeten doen. Maar hoe kunnen we dus daarna, na dat punt, onze kinderen helpen om hun gevoelens te begrijpen of beter aan ons te gaan verwoorden? Durf te praten, dat is het eerste. Want vaak genoeg durven we al niet te praten. En vooral als we al horen van onze ouders, want die zitten in boosheid, om het zo te zeggen. Zelf zoeken naar hun eigen identiteit. Dan wordt er vaak ook gezegd van, hou je mond. Of ik heb het te druk. Ja? En dan hebben de kinderen het zelf uit te zoeken. Maar durf te praten. Maar kijk ook met wie je praat. Er is altijd een ouder, een tante of een oom waarmee je kan praten. Of een oudere nicht of neef waarmee je kan praten. Of een buurvrouw. Want uiteindelijk kunnen ze ook wel voelen. Want het is niet alleen dat denken, maar dat voelen. Van, hé, die zal toch wel een goed persoon zijn. En durf te praten. Of schrijf het op. En wetende ook, focus altijd dat er een oplossing is. Maar we focussen ons vaak naar probleemgericht, waardoor er geen oplossing is. Maar als we kunnen focussen op het goede, dat er altijd iets goeds is en dat er altijd een oplossing is, dan zal het er wel zijn. Dus als we meer die change gaan maken van die mindset van oplossingsgericht in plaats van probleemgericht, dan kan het er zijn. Ook een vader of een moeder of kinderen die in een tehuis zijn, gedumpt als het ware, want meestal is het dat, ja. Ook wetende van, ik kan wel iets van mijn leven maken. Want er zijn genoeg voorbeelden daarvan, toch? En ook al zijn er verschrikkelijke dingen in het leven gebeurd, als misbruik en noem maar op, ik kan wel iets van mijn leven maken. Dus uiteindelijk is het, wat wil ik van mijn leven maken? Zal ik kijken naar een moeder en een vader die niet voor me hebben kunnen zijn? En dan zeg ik van, hé, dit is het leven. Of zeg ik, weet je wat, wat er ook is, niet van, maar zeggen we ook buigen. Door te buigen, buigen we voor onszelf, niet voor die anderen. We buigen voor onszelf omdat we zo die boosheid vasthouden. En als we dat kunnen doen, dan gaan we voelen dat we ons vrijmaken om verder te kunnen gaan. Ja, en we hebben bijvoorbeeld gezien dat in dit geval van die jongen van het kinderhuis, eigenlijk dus op basis van zijn emoties brand heeft gesticht voor het tehuis. Wat kan de impact zijn van stress en trauma op de emotionele ontwikkeling van kinderen? Sowieso veel meer, want ja, hun prestatie op school alvast, ja, daar kan op gelet worden hoe dat zal zijn. En dan ligt het ook aan
de volwassene die met zo'n kind bezig is, om dan te merken van iets klopt hier niet. Zoals ik al zei, er is geconstateerd dat ze gedragsproblemen hebben. Wat zijn we bereid te doen als volwassenen? En dan hoeft hij zelf het wil niet uit te vinden, maar durft te praten met iemand. Mm-hmm. Zoals ik benaderd ben geworden eigenlijk om donaties te helpen verzamelen. Dat ik zeg van, hé, ik voel, ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid, want ik ben burger in dit mooie land en ik wil hierin helpen. En dat het veel minder voorkomt en dat er eigenlijk veel meer liefde naar elkaar toe is, in plaats van me for myself, you know? Ja, en hoe kunnen we als samenleving meer aandacht besteden aan de emotionele ontwikkeling van kinderen? Door te praten. Er zijn genoeg expertise die nu ook luisteren. Kunnen durven staan en zeggen van, hé, wat kan ik daar gaan doen? Waar kan ik mee gaan helpen? Als ik allemaal simpel kijk dat ik soms op straat heb gelopen en ik zie scholieren vechten. Wat doen we daar? Ik zie gewoon volwassenen langslopen en ze trekken zich terug. En dan horen we, die heeft die andere neergestoken. Dus daar begint het al als docent. Dat soort dingen waar te nemen. En wat doe ik daar? Of wacht ik tot dit roodlichtje gaat branden om dan te zeggen, dat is gebeurd en voor de rest ligt het niet aan mij. Dus elk een is verantwoordelijk. Dus ze kunnen helpen op verschillende manieren. Door hulp zelf te bieden. Of te gaan vragen van, hé, ik heb dat gemerkt. Hoe kunnen we hiermee omgaan? En als elk een zijn verantwoordelijkheid neemt, zoals ik hier ben gekomen om te durven praten hierover, dan kan het wel gaan stromen. Daar geloof ik echt in. Ja. En is er nog iets dat u wilt zeggen als het komt op de bewustwording die op gang moet komen als het aankomt op de emotionele ontwikkeling bij kinderen? Sowieso. Ouders hebben daar bewust van te zijn. Kinderen geven het eigenlijk al aan met hun gedrag van boosheid, agressie of niet willen praten. Want ook kinderen die heel erg stil teruggetrokken zijn, daar hebben we ook aandacht aan te besteden. Ja? Dat ze gaan durven praten. En het lijkt me ook dat als er thuis geen gehoor is voor hun, dat ze ook altijd naar de politie kunnen stappen. Toch? Of er is altijd iemand in de omgeving dat ze kunnen zeggen, ik heb een probleem. Of ik weet niet hoe ik hiermee om kan gaan. En ik geloof echt wel dat er mensen zijn echt met het hart op de juiste plaats die zich kunnen ontfermen hierover en ze het zelf niet kunnen doen. Dat ze kunnen zeggen, ga met die praten. Of kom, laten we kijken wat we daar kunnen doen aan hulp, want er is een schreeuw daar voor hulp. Yes. En u bent zelf dus nu al een paar dagen of weken bezig met het inzamelen van goederen voor de kinderen van Kinderhuis Zo der Aarde. Ze zijn nu ondergebracht bij kinderboerderij. Op Zanderij. Ja. Wat is de situatie nu bij de kinderen? Gloria Botset van Travacide, die heeft geholpen dat ze zijn ondergebracht bij het kinderboerderij op Zanderij. En het is een deel, want een deel is ergens anders, ik weet niet precies waar. Maar het overgrootste gedeelte is daar, bij het kinderboerderij Zanderij. En ze gaan nog niet naar school. Ze zijn bezig, de leidinggevende, de leiding van dat tehuis, die zijn bezig een school te zoeken. Maar uiteindelijk lijkt het me ook dat de regering hierin gehoor kan geven. Want ze weten, ze zullen op de hoogte zijn dat zoiets is gebeurd. En dat sowieso deze kinderen hulp nodig hebben om weer op school te zijn. Dus zo hebben we geholpen met schoolspullen, tassen, kleding, noem maar op. Maar ze hebben ook voeding nodig. Dus dat ik hierbij de regering vraag en welke functionaris het ook is om zich hierover te buigen en te kijken hoe hier te helpen. Dat de kinderen weer op school terecht kunnen, dat ze verder kunnen. Ja. Zijn er nog dringende zaken nodig die bijvoorbeeld nog ingezameld moeten worden? Sowieso voeding, want voeding is nooit genoeg. En het zijn zeker zo'n 30 kinderen die daar zijn, zijn jongens en meisjes. Zijn tussen de leeftijd van 2 tot en met 19 jaar. En schoeisel, ondergoed, lingerie, noem maar op. En belangrijk is dat ze weer op school terecht kunnen. En die meneer zelf wil opruimen, daar waar de brand is ontstaan. Maar ja, hij heeft de middelen niet, maar ik zeg ook, het is durven vragen om hulp. En dat mogelijk dat als mensen nu luisteren, dat ze kunnen kijken hoe ze kunnen helpen. Zodat daar ook weer een aanzet kan gedaan worden van hoe weer dat tehuis weer van de grond te brengen. En dat mogelijk de school ook weer kan gaan starten, want er was een deel school daar zo. Ja. Even een vraagje over de emotionele toestand van de kinderen die dus eigenlijk slachtoffer zijn geworden van de brand. Hoe staat het met hun? Voor zover weet ik dat niet. Ik heb wel met mevrouw Tara gesproken en zeg ik heb er gezegd, er komt veel meer bij kijken. Dus ik kan u dat echt niet zeggen. Ik wil ook niet te ver erin gaan, omdat ik niet de contactpersoon ben van het kindertehuis. Ik voel me geroepen om dit te delen met de gemeenschap. En dat ze mogelijk kunnen kijken, elk een van, hoe kunnen we hierin helpen. Want elk kindertehuis heeft een uitdaging om hun hoofd boven water te houden.
omdat de regering niet op tijd inkomt met de steun, de hulp die de kinderthuizen nodig hebben. Dat weten we allemaal. Ja? Maar in dit geval vanwege die brandstichting, dat ik zeg van, kunnen we hiermee helpen? En ik kan zo meteen de contactpersoon doorgeven, dat de mensen haar kunnen contacten om te vragen wat hebben ze nodig en dan kunnen ze dat horen. Ja, want stel iemand wil iets betekenen voor deze kinderen, iets doneren, hoe doen ze dat? Of? Nou, dus dat kunnen ze mevrouw Tara Gadju kunnen ze contacten. Zij van de mandir van ISKON, dat is op de hoek Koreastraat Quattaweg. Haar telefoonnummer is 8766454 en kunnen ze haar contacten. Is er nog iets dat u wilt meegeven aan de kijkers als het aankomt op deze situatie die is ontstaan? Sowieso die vraag die u stelde van die emotionele, de emotionele toestand van de kinderen? Juist, van die hierbij betrokken zijn van de brand, hebben we echt aandacht ervoor te hebben. Niet alleen de veroorzaker, helaas, maar ook de kinderen die van dit tehuis zijn, dat het zeker invloed op ze heeft. En dat ze begeleiding nodig hebben en niet dat we alleen naar buiten kijken en denken we hebben ze voeding gegeven en een slaapplekje, maar dat er veel meer bij komt kijken bij deze kinderen. En elk een kan hulp bieden door tijd vrij te maken, kijken voor een gesprek, hoe dan ook. En middels deze mevrouw kunnen ze kijken hoe ze kunnen helpen. Dank u wel. Ja, hartelijk bedankt. Zo kijkers, met deze woorden van mevrouw Amian zijn we gekomen aan het einde van dit deel van deze aflevering. Gaat u nog niet weg, want mijn collega Sifra Goudland heeft nog een deel voor u. Dank je voor de introductie, Richelle. Kijkers, welkom bij dit laatste deel van In Gesprek Met. In dit deel gaan we het hebben over de hoge bloeddrukbewustwordingscampagne maand die is geopend door het ministerie van Volksgezondheid. Wij gaan praten met de onderdirecteur van het ministerie, de heer Ritesh Kampat. Kijkt u mee. Meneer Dampat, goedendag en u ook welkom in ons programma In Gesprek Met. Dank u wel voor de uitnodiging. Helemaal. We kregen een bericht waarvan ik dacht, nee, dit is belangrijk om met de samenleving te delen. Dat het ministerie van Volksgezondheid de Wereld Hypertensie Bewustwordingsmaand heeft geopend. Ik denk vanaf gisteren. Dus wij vroegen ons af, wat houdt deze World Hypertension Awareness Month precies in? Nou, hoge bloeddruk bewustwordingsmaand wordt eigenlijk officieel geopend vanaf 1 mei tot en met 31 mei. Dus het volledige maand mei wordt daarvoor ingewijd. En daarbij willen we eigenlijk meer bewustwording creëren bij de mensen om hun bloeddrukken te laten checken. Natuurlijk niet alleen laten controleren, maar mocht het hoog zijn dat we daarop ook inspelen met behandeling, adviezen. Natuurlijk komt er ook al die risicofactoren ook aan de orde daarbij. Ja, over risicofactoren gesproken, want door de jaren heen merken we dat er veel meer mensen hoge bloeddruk krijgen of hebben. Ik heb begrepen dat het ministerie ook met verschillende andere projecten bezig is om ervoor te zorgen dat dat een beetje gereguleerd wordt. Kunt u ons ook daarmee over vertellen? Ja, dus in principe zijn we gekomen op het idee van hypertensiebewustwordingsmaand vanwege ons eerdere project, HEARTS Initiative. In Suriname, we zijn daarmee gestart al 2 jaar geleden. En we zien dus eigenlijk binnen het HEARTS project dat ongeveer 60-70% van de mensen die binnenkomen bij de intake een hoge bloeddruk hebben. Uh-huh. Een bloeddruk dat niet past binnen de normaal. Alhoewel ons project een slow start heeft, willen we ook nu gaan naar de gemeenschap van hey, mensen, we hebben zo'n project, komen jullie, neem deel aan zo'n project. En daarbij worden de patiënten dus gestructureerd, geadviseerd en natuurlijk wordt er een plan van aanpak gemaakt. Niet alleen voor hoge bloeddruk, maar ook andere risicofactoren die mensen kunnen hebben. En als we praten over risicofactoren, dan moet je denken aan een slechte eetgewoonte, niet bewegen, obesitas, ja. Roken, niet vergeten en natuurlijk ook overmatig gebruik van alcohol. Mm-hmm. U heeft het over gangbare normen.
Ik wil graag dat de samenleving even er bewust van wordt van wat wordt in principe gezien als een gangbare RR-meeting. Want als ze bij de dochter gaan, gaan ze zien dat er staat, dat de RR wordt gemieten. Wat is eigenlijk de gangbare meeting dat iemand kan zeggen, weet je wat, ik heb geen last van bloeddruk. Nou, de gangbare, wat de WHO eigenlijk als grens hanteert, is dus de 120-80. Alle bloeddrukken beneden 120-80 wordt gezien als normaal en gezond. Natuurlijk kan je niet te laag gaan, dus daar is er ook een ondergrens, 90-60. Dus 90-60 en 120-80, dat is dus de normaal optimale bloeddrukken. Wanneer je gaat boven 120, dan praten we van 120-30 en de onderdruk 80-90, dan praten we van een voorfase hypertensie. Okay. Dat betekent, je bent dan in de voorfase van bloeddruk krijgen. Okay. Het moment dat hij boven 140-90 gaat, dan ben je in principe al een hypertensiepatiënt. En dan moet je dan ook zodanig behandelen met medicatie in de meeste gevallen. In de voorfase en in principe alle gezonde mensen worden altijd geadviseerd om een gezonde leefstijl op na te houden. Want daarmee kan je dus de progressie naar hoge bloeddruk vertragen of juist helemaal voorkomen. Uh-huh. Men zou zich afvragen, ben ik verplicht aan medicatie te gaan als ik misschien bij 3-4 metingen een beetje een hoge bloeddruk heb? Wanneer wordt er besloten dat iemand aan medicatie kan of moet gaan? Nou, de diagnose hypertensie wordt niet middels 1, 2, 3 metingen gesteld. We hebben dat ook aangepast in ons HARTS-initiatiefprotocol. Om van de diagnose hypertensie te spreken, moet er minimaal per bezoek 3 metingen gedaan worden. En dan praten we ook over minimaal 2 bezoeken die een week minimaal van elkaar gescheiden zijn. Okay. En dan, als er alle 6 metingen, en in principe gaan we steeds werken met de gemiddelde meting per keer. Als de gemiddelde meting van beide keren steeds op 140-90 en daarboven valt, dan spreken we van de diagnose hypertensie. En in dat geval moeten we dan beginnen met een medicamenteuze behandeling. Om terug te komen op die awareness maand, in welke vormen gaat het ministerie proberen om de bewustzijn meer bekendheid te geven omtrent hoge bloeddruk? Wat we hebben gedacht is om alvast samen met Telesuur en eventueel andere telecom provider sms-berichten te laten sturen naar alle mobielhouders. Zodat ze informatie kunnen krijgen natuurlijk over gezonde leefstijl, over adviezen om hun bloeddruk te laten meten. Het zal waarschijnlijk een beetje irritant voorkomen bij anderen, maar het is niet zo bedoeld. Het is nuttige informatie die je zeker ook nodig kan hebben. Want bloeddruk treft niet alleen oudere mensen. We zien ook binnen het HARTS-initiatief dat 10% van de patiënten jonger dan 40 jaar zijn. Dus het treft eigenlijk de hele populatie. De professoren van onze universiteit hebben dus ook aangegeven dat bloeddruk in principe vanaf 10 jaar al begint te ontwikkelen. Maar meestal gaat het zich uiten op een leeftijd van 20 en boven. Ja, en ik had ook begrepen dat er want 17 mei is Wereldhypertensiedag, naar die datum toe zullen er ook een reeks activiteiten georganiseerd worden. In welke vorm kan men dat verwachten? Ja, dus we zijn nog eigenlijk meer in de planfase bezig. Uh-huh. Dus ik kan nog niet concreet zeggen van we gaan op zo'n dag zo'n activiteit doen. Ja. Maar de bedoeling is dat we dus zeker een aantal lezingen zullen organiseren naar de gemeenschap toe. Op scholen, in communities. Wat we ook zullen hebben is op 16 mei, en dit is dan wel vastgelegd, dat we in Utopia een overleg hebben met belangrijke actoren binnen het eerste lijn gezondheidszorg, verzekeraars en de dienstverleners, waarbij we gaan werken naar een plan van aanpak waarbij we het HARTS-initiatief binnen het eerste lijn zorg, dus binnen de huisartsenzorg, gaan laten institutionaliseren. Dat betekent dat alle huisartsen in principe, wanneer ze zeggen van ze leveren huisartsendiensten, dat ze ook conform HARTS-protocol die diensten moeten leveren. Dus het wordt dan geïnstitutionaliseerd en daarmee gaan we dan verder. Dus dat is een van de activiteiten die zeker vaststaat. Wat we ook willen doen, en dat gaat zeker ook bekendgemaakt worden wanneer dat is, dat we een wandelloop gaan organiseren. Ik denk dat dat meer aan het eind van de maand zal zijn in de safe exercise area. En daarnaast hebben we ook gemeend om
eventueel samen met andere partners, dat gaan we nog even kijken, om opening te doen van health education units. Maar dat moet nog volgen, wanneer precies en dingen. We zijn nog echt in de planfase. Ja, helemaal. Ik weet nog bij mijn laatste gesprek met minister Ramadine, waar we het hadden over een terugblik op het jaar 2023, gaf hij eraan dat er, is net als wat u aangaf, uit jullie data is gebleken dat 10% nu onder de 40 is. Als u kijkt naar de manier waarop alles zo gaat in Suriname, en ik denk dat men er niet echt zo bewust van is, dat hypertensie altijd in de top 3 is van de meeste doodsoorzaken van Suriname. En ik neem aan dat een van de doelen is van het ministerie om dan meer aandacht hieraan te besteden, want mensen vergeten dat hoge bloeddruk een sluipmoordenaar is. Ja, dus in principe bij hoge bloeddruk heb je in de meeste gevallen, je moet echt misschien van geluk spreken als je klachten hebt, maar in de meeste gevallen heb je geen klachten. En daarom wordt het dus ook sluipmoordenaar genoemd. Maar het probleem bij hypertensie is dus dat niet zozeer hypertensie dood veroorzaakt, het zijn de complicaties van hypertensie. De hart- en vaatziekten, de beroertes die dus leiden tot de dood. Wat we ook hebben gedaan, we hebben cijfers van de afgelopen 10 jaren bestudeerd, geanalyseerd. En wat we daarin zien is dus opnames bijvoorbeeld, we hebben ziekenhuisdata of opnamedata geanalyseerd. En we zien dat de opnames ten gevolge van hypertensie juist een dalende trend vertoont. Mm-hmm. Maar de opnames ten gevolge van de complicaties zijn exponentieel aan het groeien. Dus er is hypertensie. Het wordt waarschijnlijk ook onderkend. Mm-hmm. Mensen zijn er niet van bewust. En het levert, want pas wanneer het te laat is, dus wanneer mensen om die hypertensie opgenomen moeten worden, dus die complicaties, hart- en vaatziekte beroerte, dan komt het pas tot uiting. En dat zie je dan ook in de opnamecijfers van de ziekenhuizen. Mm-hmm. Ik neem aan dat hart- en vaatziekte en beroerte de meest ergere vormen zijn. Maar zijn er misschien andere kenmerken die men kan opmerken om te zeggen van nee, ik denk dat ik de dokter moet bezoeken dat er iets aan de hand is. Vooral iemand die vindt dat hij niet vaak ziek wordt en die niet misschien weet dat hij last heeft van hypertensie. Nou, in principe het moment dat je ouder wordt, eigenlijk, en zolang je leeft, zou je moeten gaan controleren, geregeld je bloeddruk laten controleren. Minimaal 1 keer in het jaar, daar ben je er zeker van, want dat heb je dan geregeld gedaan. Maar als je klachten hebt of als je ergens ben waar je de gelegenheid hebt om een bloeddruk te laten meten, ga gewoon een bloeddruk meten. Dat gaat je niets aandoen. Helemaal. Meneer Dampat, tot slot, heeft u vanuit het ministerie nog een advies en ook nog een boodschap naar de samenleving toe, vooral deze maand die we nog voor hebben en kijkende naar 17 mei toe? Nou, enige boodschap dat ik voor de samenleving heb is, ik zou iedereen oproepen om gebruik te maken van de mogelijkheden. Om hun bloeddruk natuurlijk bij de huisarts te laten meten, maar dat ze ook actief meevolgen naar al de activiteiten. We willen zeker ook informatie brengen naar de samenleving over wat hypertensie inhoudt en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Dus in principe participeer actief en dan kunnen we zeker een gezonder samenleving creëren voor onszelf. Helemaal. Dokter Dampat, heel hartelijk dank voor de informatie. We blijven de ontwikkelingen van het ministerie volgen omtrent deze hoge bloeddruk bewustwordingsmaand. En dan blijven we alles zo een beetje volgen. En nogmaals bedankt voor uw komst aan de studio. Ja, dank u wel voor de gelegenheid. Thank you. Thank you. Zo kijkers, u heeft de heer Dampat gehoord. Houdt u al de activiteiten van het ministerie in de gaten en probeert u zo veel als mogelijk uw bloeddruk in de gaten te houden. En ook de mensen in uw omgeving op om hun bloeddruk in de gaten te houden. Hierbij zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het deel voor mij zag u mijn collega Richelle Magnac in gesprek met mevrouw Roxana Amian. En zij hadden het over emotionele gezondheid bij jonge kinderen. En in het eerste deel zag u mijn collega Arantxa Swedo in gesprek met Nifa Chitani over ondernemerschap. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood, de herhaling is vanavond en ook morgenavond op 12.2 om 9 uur 's avonds.
Wij zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.